In deze instructievideo tonen we u de instelmogelijkheden en het gebruik van de Honeywell Modulation kamerthermostaat. Deze thermostaat toont in basis altijd de heersende temperatuur in de ruimte. De temperatuur die wordt gemeten wordt. Wilt u controleren wat de ingestelde temperatuur is, dan draait u eenvoudig aan de instelring met één klikje en al knipperend wordt de ingestelde temperatuur getoond. Die u kunt verhogen, dus een hogere, warmere temperatuur kunt instellen. Of verlagen door de instelring naar links te draaien voor een lagere, koudere temperatuur. Bijvoorbeeld 15 graden om energie te sparen tijdens de nacht. Verlaag de temperatuur 's nachts nooit meer dan 5 graden ten opzichte van de temperatuur die u 's morgens wenst. En wellicht kan het vanwege de traagheid van aanwarming zo zijn dat u die temperatuur zelfs minder verlaagt, bijvoorbeeld slechts 2 of 3 graden lager dan de temperatuur die u 's morgens wenst. Nou, 's morgens draaien we de thermostaat weer omhoog, warmer naar de gewenste temperatuur, bijvoorbeeld 20 graden. Is het geval dat de temperatuur in uw ruimte hoger is dan de gewenste temperatuur, dan kunt u de temperatuur alleen verlagen door de ruimte goed te ventileren.